Ja. Wow, deze is echt heel hydraterend. Ik doe zo pijn. So please, give a big hug. Oeh, lekker sushi. Hallo allemaal. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik heb vandaag een workshop gehad voor skincare bij Rituals, in de House of Rituals, bij de Spuistraat. Echt super leuk. Ik zal nu even wat beelden laten zien. Oké, okay. En met wie hebben jullie contact gehad? You see, what, yeah, which products do you currently use? So I'm wondering if you can write down which one you use. You have four lines a day and four lines at night. Cream with SPF and then a night cream. Okay. And in the night, I would actually only use it once. Try them out. You can just use whatever you like. If you need any help, just let me know. This is you can use everything from here. Ik heb het nu om. Dat olie. Oh, ik wil ook dit om. Ja, je kan. Oh, dat vind ik leuk. Ga ik het mezelf. Dat was een beetje. Oh, huh? Wow. Just wow, deze is echt heel hydraterend. Voel maar. Deze ruikt heel lekker. Water. Ja, dit is perfect. Fleurtje heeft helemaal een mooie glowy huid. It's very rich in terms of texture. It depends a little bit on what you want, because some people say, okay. En ik had net een meeting met Indy van Indy Lashes en ja, voor allemaal leuke projecten waar ik eigenlijk de aankomende tijd ook veel op wil gaan focussen. Nu ga ik terug naar kantoor. We gaan gezellig met z'n allen op kantoor eten. En om 6 uur moeten we bij de film zijn, dus om 6 uur gaan we naar de film. Ook helemaal leuk. En ja, het wordt gewoon helemaal gezellig, helemaal chillen, topdag. Ik ben nu in de auto, we gaan toch naar Amsterdam. We gaan trouwens naar de film Priscilla. Heel erg benieuwd naar, want die hoofdrolspeler Jacob speelt erin en hij is echt niet normaal knap. Ja, ik ben heel benieuwd naar de film. Ik vond de film Elvis heel leuk, maar dit is dus van een point of view vanuit zijn vrouw Priscilla dus. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd, super gezellig. We gaan naar Tuschinski, dat vind ik de leukste paté die er is in Amsterdam. Gewoon cute en cozy. Het is niet in die grote zaal, maar in die kleine zaal. Die is leuk. Dit is trouwens ook de week, de laatste week dat ik ga werken bij Habs. Dus ja, vanaf volgende week gaat mijn leven er heel anders uitzien. Maar niet in de slechte manier natuurlijk. Maar we gaan nu even gezellig kantoor eten. En daarna gaan we dus naar de film. Dus I'm prepared. Ooh, yummy. Lekker. Oh my god, het is even lekker eten. Nee, I don't think you even need a... Het is een pita met falafel en halloumi. Zo lekker. Ja, er ging even net een hoop fout, want ik wilde dus de kaartje van Kenza cancelen, maar toen heb ik opeens alles gecanceld. Eet smakelijk allemaal. Eet smakelijk. Vandaar. Why ja, want zeg maar, zij je kon zeg maar niet één ding cancelen, dan moest alles. Maar toen moest ik ook weer 10 minuten wachten voordat die andere stoelen vrij kwamen, want anders zat één iemand helemaal aan de zijkant. Maar 5 plekken, want zo'n lafje, daar kan je natuurlijk niet één plek van boeken. Nee. Oké. Okay. You look so tan. So what are these things? Onions. Jongens, hoe lang gaan jullie hier? Little onions. 5% of 6% of 10%? Die voor 6 denk ik. Lekker. Mm-hmm. Ja, die overgang is wel een beetje troebel. Maar dat lekker. Ik vind het ook top. Maar ik heb ook zoveel honger, dan is alles lekker. Ja, het is leuk. Echt zin in de film, ben je zo benieuwd? Ik ook. Ja. 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 I heard mixed reviews. We're gonna see. Dat is wel. Ja. We zijn er. We moeten even wachten op Ido, maar. Oh, maar we have 12 minutes. Oh, chill. Dat is helemaal goed. And the first minute is always advertisements. Yeah. Yeah. Yeah.
Wij hebben even een proteïnereep gehaald. En een proteïne shake heb ik ook. Oh, dat was kijken. Nou, we zijn lekker in de bios. Deze is echt mooi. Ik heb lekker veel proteïne. Healthy snacks. Goedemorgen allemaal. Ik heb vanochtend een ijsbad gedaan. Nu heb ik gevlogd op mijn telefoon. Dus hier komen wat beelden. Goedemorgen allemaal. We zijn met de gang. We gaan in een ijsbad. Again. Good luck. Minder erg dan ik dacht. De girls hoor. 3, 2, 1. Goed zo, diep ademhalen. We zijn door het ergste heen, bijna op de minuut. Ja! Oh, ik heb pijn in mijn tenen. Oh my god. Goed bewegen, jongens. De windmond. Oh, ik ga mijn tenen zo pijn. Het is dinsdag en ik ben lekker thuis. Ik heb lekker een lunchje gemaakt. Een heerlijk gezond lunchje met 3 eitjes. Lekker kipfilet, tomaatjes gebakken, avocadootje. Helemaal mijn nieuwe ding. Ik geniet ervan. Even niet zoveel carbs. Want ik voel me daarna gewoon echt niet chill gedurende de dag. Ik merk dat dit me gewoon veel meer voedt. En niet zo'n food dip krijg. Wat ik normaal wel heel erg na lunch had. Ja, ik weet niet. Ik voel me er gewoon echt beter bij. En ik vind het ook gewoon heel lekker. Ik ben niet per se een broodeter ook. Ik vind soms brood heel lekker hoor. Maar het is voor mij niet echt per se nodig of zo. Hier maak ik me letterlijk blijer mee. Dus, nou, ik had vanochtend dus weer een ijsbad gedaan. Ik wil dit elke week gaan doen. Of het helemaal realistisch is. Nou, misschien wel, want ik ga natuurlijk stoppen met werken, dus ik ga veel mijn tijd nemen. En het neemt echt letterlijk 3 minuten tijd in. Het is 3 minuten. Het is wel even een eindje hier vandaan, maar het is ook wel weer een leuk tripje. Dat wil ik misschien een beetje op de maandag houden. Zodat, ik weet niet, dan begin je gewoon lekker de week. Ik word er echt heel energiek van en ik voel me nu ook echt top. Ik heb echt het gevoel dat ik heel de wereld aan kan. Dus dat is gewoon heel nice. Gisteren de film Priscilla. Echt, de cinematics waren echt on point. Het was echt goed gefilmd. Het gebeurde soms wel een beetje weinig. Het was niet saai, maar er gebeurde gewoon niet zoveel. Maar dat laat dus wel een heel duidelijk beeld zien met wat zij wilde laten overkomen. Want Priscilla Presley, die leeft dus nog. En zij is de creative director. Dus waarschijnlijk alles wat je hebt gezien is ook echt gebeurd. Waardoor je gewoon... Haar leven was waarschijnlijk toen ze met hem ging ook heel saai. Gebeurde er niet veel. Want zij zat alleen maar thuis. Het zit gewoon aan elkaar vast. Nou goed. Ja, aan de andere kant vond ik dat juist ook wel weer heel goed. Het is wel niet een film dat je denkt, oh, die kijk ik nog een keer. Maar het was wel gewoon een heel interessant verhaal. Maar ja. Ik ben nu even lekker thuis aan het werk. Het gaat lekker schoonetje. Even een lunch break. Dan gaan we er weer vandoor. Dan gaan we er weer tegenaan, bedoel ik. Niet vandoor. Nou, zoals jullie echt al hebben doorgehad, heb ik de laatste tijd een samenwerking met Body & Fit. En gebruik ik het echt heel erg veel. Ik neem opeens elke dag een proteïneshake, omdat ik gewoon fucking lekkere proteïne heb. Ik neem veel proteïne tussendoortjes. En ik heb dus nu ook dingen om voor low calorie om thee te koken. Dus ik ga even laten zien wat ik heb besteld. En ik ga vanavond het ook uitproberen. Dus dan kan ik van jullie laten weten of het wat is. Maar ik ben helemaal fan aan het worden van het merk Body & Fit. Ze hebben gewoon echt super chille dingen. En het is gewoon allemaal echt lekker. En het is niet te proteïnerig of... Ja, het is gewoon echt tof. Dus ik ben er gewoon heel blij mee. Maar ik zal jullie even mijn bestelling van nu weer laten zien. Nou, ten eerste heb ik een shitload aan de chips. De paprika is lekker, de barbecue is lekker. Vorige keer had ik de cheesy, was lekker. Sour and cream was lekker, maar die
popcorn, jongens. Die sweet en salty. Het is echt heel lekker. En het is zo'n lekker chill snackje voor tussendoor. Want het heeft allemaal rond de 100 calorieën. Het is gewoon even zoutig. Ja, ik vind het zo top. Echt, ik ben helemaal fan. Dus ik dacht, ik sla gewoon meteen heel de winkel in, weet je? Echt, hoeveel chips en popcorn kan je hebben? Dan heb ik dus van hun Smart Line de rijst, de pasta en de lasagne. En het is dus maar 9 calorieën. Ik weet niet hoe dit bestaat. Maar I'm in for it. Als dit wat is, ik ga vanavond een rice bowl maken. Als dit wat is, jongens, dan ben ik echt de gelukkigste vrouw op aarde. Dan heb ik ook wraps, 45% less carbs. Dus dat klinkt ook top en high in protein. Hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ik denk dat ik dit gewoon lekker een keer met Stan ga eten. Lekker wrap. Dan een cooking spray. Dit is natuurlijk beter als een olijfolie of zo. Dus die ga ik vanavond met de kip gebruiken. Dan even wat lekkere reepjes. Die vind ik altijd top van Body & Fit. Haal ik sowieso wel vaker. En ja, hun whey. Dit is een smart protein. Deze is minder calorieën en suikervrij. Dit is in de bananen flavor. Dus hier ben ik echt heel benieuwd naar. Die ga ik nu uitproberen. Want ik ga zo meteen sporten. Dus als dit wat is, ben ik heel blij. Jongens, ik heb weer even een snackje waar je u tegen zegt. Dit is de chocolademoment van Body & Fit. En dit is gewoon een soort KitKat. Maar dit is niet een soort KitKat. Dit is gewoon letterlijk een KitKat. Maar wel een healthier. Ja, ik heb van. Dit moet je gewoon hebben in het leven. Het is echt niet omdat ik dit gekregen heb, maar het is gewoon echt heel lekker. Het maakt gewoon echt letterlijk naar een KitKat. Nou, ik heb me even omgekleed en ik ga zo meteen even lekker sporten een bosje booty lift. En daarna ga ik lekker simpel koken en ben ik een avondje thuis. The bitch is back, 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 back again from working out. Ik heb echt, ja het ziet er echt heel goor uit, maar een soort sushi wrap gemaakt. Stel scherp. Nou, sorry hoor, maar ik weet echt niet waarom het er zo goor uitziet. Maar het is in ieder geval wel lekker. En ik ga even de laatste aflevering van Winter vol Liefde kijken. Goedemorgen allemaal, het is woensdag. Mijn ene laatste werkdag. Morgen is mijn laatste werkdag. Het is zo raar en onwerkelijk zo. Even snel een oefenetje op. Ik ga nu naar kantoor om te werken. Daarna ga ik gezellig lunchen met mijn broer, mijn schoonzus en daarna ga ik met Stan de stad in, want vanavond hebben we een gala van Body & Fit. En Stan heeft, en het thema is black tie, dus Stan moet nog even een jasje kopen. Maar goed, ja, ik ga vandoor. Nou guys, de heatless curls zitten echt nog helemaal amazing. Ik ben in het restaurant. Ik ben aan het wachten op mijn broer en zijn vriendin, want die zoeken hier een parkeerplek, maar good luck with that. Het is echt heftig, zeg maar. Hi, it's sparkling water. Oh ja. Dankjewel. En ja, ik ben hier gewoon maar vast gaan zitten. We gaan dus lekker dimsum eten. Zoveel zin in. Ik heb ook echt zieke honger. Ik heb nog niks gegeten vandaag. Dus helemaal gezellig. Nou, we hadden net gegeten. Het was zo lekker. Ik heb er weer een TikTok van gemaakt. Het was zo lekker eten. Het zit dus in de Leidsestraat. Het heet Full Moon Garden. Ik ga er echt vaker heen. En ik ga nu snel naar de Zaar. Vanaf hebben we schalen en Stan. Ik geef een jasje. Best pak. Nou jongens, ik ben me aan het klaarmaken voor het event van vanavond. Van Body & Fit. Ik heb deze hele mooie lange zwarte jurk aan. Met een open rug. Ik heb mijn haar weer een heel klein beetje bijgekruld. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik ben een leuk tasje. En ik heb weer mijn nieuwe geurtjes van Parfumado. Zoals jullie wel weten ben ik echt mega fan van Parfumado. Want Parfumado is eigenlijk een soort parfumabonnement. Waarbij je elke maand een nieuw parfummetje opgestuurd krijgt. Waar je precies een maand mee kan doen. Ik heb nu weer lekker 3 nieuwe geurtjes. Ik ga een van deze geurtjes vanavond meenemen. Want ja, ik heb letterlijk gewoon niet eens meer full size producten sinds ik Parfumado heb. Want je hebt gewoon elke maand een nieuw parfum. Want ja, ik neem het gewoon altijd mee in mijn tas. Ik kan het altijd meenemen. Je ruikt altijd lekker. Mensen om me heen ik ook helemaal mee geïnfluenced. Want ik zit altijd met een parfumadertje en zeg, oké, oh my god, dit moet ik ook. Ik heb nu deze 3 nieuwe geuren. Deze heb ik al wel eens gehad. Die vond ik heel lekker. Dus die heb ik nog een keer. Dit is ook echt een van mijn faves. Deze ook op Molecule nummer 1. En deze heb ik nieuw. Versace. Crystal Nar Versace. Ja.
Dus ik ga even kijken of ik het lekker vind. Ik denk dat ik zo Scandal ga doen van Jean Paul Gaultier. Die vind ik echt heel lekker. Deze is het meer everyday. Nee, ik ga deze doen van Scandal van Jean Paul. En die neem ik gewoon lekker. Ach, oh, ja, deze is ook sukker. Je kan dus met mijn kortingscode voor 50 en met mijn link in de beschrijving de eerste maand met 50% korting krijgen. Kan je even uitproberen of het wat voor je is en of je het chill vindt. En het is echt mijn uitvinder. You guys know, ik gebruik dit echt al een jaar of zo. Ik kan lekker switchen. Je hoeft niet meer dure full size parfums te kopen die letterlijk nooit opgaan. Dat je dan weer zat bent en weer een nieuwe parfum wil. Oh, je leert echt veel parfums kennen. Dus ja, ik vind het gewoon helemaal top. Link staat in de beschrijving. Je kan kortingscodes gebruiken. Oh nee, en deze gaat mee in mijn tasje. Maar echt, hoe cute zijn die verpakking ook. Ik vind het zo leuk. Ik ben helemaal excited. We gaan er dus ook eten bij Body & Fit. En het begint om 6:30. Dus we hebben niet mega haast. Dus dat heeft een strikje. Het is black tie, dus hij moet een strikje van kleuk. Nou, we zijn helemaal ready. We staan in pak. En we gaan nu naar Noord, dus in Noord. Doe nou, we hebben dus een fitmeisje aan. Fit event. Ik ben heel benieuwd. Het is altijd weer erge verrassing wat je kan verwachten bij events. Maar ik denk dat het wel leuk gaat zijn, want het is ook met een diner en zo. Als het met een diner is, is het eigenlijk altijd wel leuk. Ik bedoel, als je gewoon lekker eten hebt, kan niet fout gaan. Maar goed, we zitten nu dus in de auto. Lekker heen en ben benieuwd. So please give a big welcome. I would like to say that undoubtedly this group of people today is the most photogenic people in the room. And that's right, I'm addressing each one of you here today. Nou jongens, kijk hoe cute dit eruit ziet. Het is echt, ze hebben heel erg mooi in dus, ja. Echt heel leuk. Oeh, yummy. Lekker eten. Dit is een hamachi with dashi, horseradish en radish. Nou, dat je het even weet. I'm about to say that we've gathered here tonight, surrounded by energy and enthusiasm. And I would like to invite you all to announce the first three award categories. And how far we have come. It showcases different milestones that have marked our journey and the different challenges that we overcame. And also the different triumphs that we celebrated together. Let's have a look. Nou guys, oh ik zit in mijn oog te wrijven, maar ik heb gewoon mascara op. Ik kom net terug van Holy Shred. Dit was mijn laatste werkdag op kantoor, maar morgen heb ik nog een afscheidsborrel. Dus het voelt niet helemaal als echt het afscheid. Maar het voelt ook niet alsof het mijn laatste werkdag was. Het is zo raar. Ik voel me zo dubbel. Het voelt echt alsof ik een soort nieuw leven heb of zo. Het gaat zo anders worden, maar echt wel heel leuk hoor. Maar ik weet niet, ik ben echt helemaal een soort, ik heb echt een soort gevoel dat ik vanavond ga huilen ook of zo. Ik ben helemaal een soort, I don't know, echt helemaal erg anders met mijn hoofd. Maar ja, het was wel echt een gekke dag. Maar ik heb vanavond echt een super leuke avond, dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik ga zo meteen lekker douchen klaarmaken, alles. Ik ga vanavond uit eten met Liva bij Izakaya. Daarna ga ik drankjes doen in de pijp met Floor, Mats, Max en Thomas. En daarna ga ik uit in de super voor de birthday bash van Zoe. Dus ik heb echt alleen maar leuke dingen. En morgen ga ik samen met Indy van Indy Lashes naar een meeting voor de Bougie Shop. Om te kijken of we daar haar op kunnen verkopen. Ja, ik ben echt super goed met Indy. En ze vroeg of ik met haar af en toe wilde meewerken. Dus het lijkt me ook alleen maar heel leuk en gezellig om elkaar te helpen. Dus ja, hoe meer mensen je kan helpen, hoe leuker natuurlijk. Daar sta ik sowieso echt voor. Dus ja, helemaal leuk. Helemaal leuk allemaal. Nou guys, ik heb echt weer gestrest en gehaast van mijn leven. Ik slaap er echt nergens op. But I made it. We zijn nu lekker bij Izakaya. En we gaan lekker eten. Oh my god, ik heb zoveel zin in. Ja, ik ben vlogger. Moet je dan, waar moet je dan inkijken? Hier. Ik kan ook zo. Nee, kan je zelf zien. Ja, maar dat mag eigenlijk. Dat is eigenlijk niet goed, want dan ga je alleen naar jezelf kijken. Ik lekker eten. Ja. Ik heb zo ongeveer 8 maanden in. Nee.
man. Jongens, doe even normie bij mij. Doe even heel vrouw normie. Heel vrouw normie. Nee, wat vind je van nieuwe tanden? Oh, ik heb ze gekregen. Echt? Oh my god, chill. Ik heb ze wel echt van. Nee, maar het ziet er goed uit. Ja, die gele hoekjes zijn er. Heb ik gele tanden? Nee. Ik heb het wel eens gedaan, maar echt heel lang geleden. Ja, maar deed dat pijn, man. Zo, dat doet pijn, hè? Dat is niet gezond. Maar ik zei, doe maar een ander. Ja, dat was het helemaal. Ik ga even yellow tail nemen. Because I'm craving. Ja, niet normaal, hè? Ja. Het smelt van de beton. De pizza hebben ze ook in Izakaya. Echt? Nice. Oh. Ja, hier moet je gewoon heen. Ook als je de laatste euro, je gaat het gewoon uitgeven. Oeh, lekker sushi. We hebben een wagyu. Die zou ik voor jullie even taste testen, want ja, weet je, zo aardig ben ik dan wel weer. Ik ga het nu taste testen, de wagyu. Ik wil dat je maakt voor mij. Doe even normaal. Maar je kan ook niet zo'n soort van vergelijken waar dit nou smaakt. Nee. Nee. Er is echt geen vlees dat zoveel smaak heeft. Nee. Ja, amazing. Bitter. Ja, dat is wasabi-doos. Ik ga helemaal stuk op ons. We hebben veel te veel eten besteld. En we zitten zo vol. Hey jongens. Wij hebben zoveel eten besteld. Dat is niet normaal. En of hij zou meteen de maand salaris moeten inleveren. Nou, daar word je bang van. En daar? Ik kom er dus deze week op pushen. Welkom in de Sarah van Woods vlog. I miss you. En Floor, en Floor. My best momager, friend, colleague, ex-colleague. Stop it. Stop it. Stop it. Sorry, ik kwam even omhoog. Broccoli, asperge, spergeboom, Maxi, Pixie, mijn schatje patatje, Levi, maar die hebben we al gehad. Dit mag niet in de vlog. Ido, dit mag wel in de vlog. Oh ja, Ido, dit moet in de vlog. Ido, dit wil in de vlog. Don't cut me out, or I cut you. Wij hebben tequila en nu hebben we smaak. Tequila. Wij hebben tequila. Tequila. Niet tequila. 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 Ja, ja, ja. Weet je waar we zitten, jongens? Place to be. Venster 33. Venster 33. Ja. Ching ching. Op absolutely. 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 Zo lekker. Die heeft het ook. Ik heb altijd maagzure Samari. Ja, dat bedoel ik. Dat ja. Heb ik ook. Ja, maar ik alleen heb mooie mensen hebben dat. Alleen kleine spelers hebben dat. En ik heb maagzuurtabletten. Ja. En ik heb een beeldje. Ik zie er echt goed uit. Waar heeft het leeg papje aan? Waarvan? En kijk hoe. Shiny, shiny, shiny. Helemaal leuk. Oké, ja, dat was weer genoeg. Hoi, ik ben Samarien. Welkom in de vlog. Oké, luister. Vanavond is mijn birthday, Ben. Vrijdag hebben we Zoe. Ik word 20. Single, 20. Pull up your contract. Helemaal aan het trillen. Goedemorgen trouwens. Maar we hebben net echt bijna een aanrijding gehad en niet zomaar één. Oh, dit was echt
Ik ben echt helemaal in shock. Holy shit. Wow, er was een vrachtwagen. Ja. En we rijden op een tweebaans weg. En hij gaat ineens gewoon helemaal over. Zeg maar, kijk. We reden gewoon zo. En opeens ging die vrachtwagen gewoon zo. Gewoon zo. Zeg maar niet. Niet de andere baan op, maar nee. Helemaal over dwars. Hij ging gewoon niet zomaar zo op de weg staan. En wij komen gewoon keihard aangereden. Wij zitten echt van. Ik zit gewoon. Gewoon keihard te gillen. En ik druk op die toeter. Maar ik weet echt niet wat hij deed of wat er gebeurde. Maar het is echt heel gevaarlijk. En ik ben echt helemaal in shock. Ik wil het ziek hard. Kijk mij aan. Ja. Oh. Maar Indy heeft het zo goed gedaan. Je ging op de rem en toen ging hij net. Ja. Net een millimeter daarheen en toen konden we er net een soort tussendoor of zo. Holy shit. Ik moest wel lachen van de show. Ja, ik ook. Wij moesten ook gewoon keihard lachen daarna. Wij zaten gewoon keihard te lachen. We gingen gewoon helemaal stuk, maar het is echt niet grappig. Ik ben lekker met In en we zijn aangekomen bij de Boozy Shop. Goedemorgen, mal. Nou, morgen. Het is 12 uur. Het is zaterdag. Ik heb lekker een beetje uitgeslapen, koffietje gedaan. In mijn bed, lekker gechilled. Ik ga nu Holy Shred doen. Ik heb weer mijn sportoutfit aan. En daarna ga ik denk ik even onder de zonnebank. Want ik ben echt weer white ass. Vanavond heb ik weer een party. Wat een stress. Maar wel gezellig. Oh mijn god, guys. Ik heb net een lesje Holy Shred gedaan. En dan ben ik altijd echt een zieke tomaat. Kijk dan hoe rood ik ben. Maar het was wel echt super chill. Echt love it. Ik ga nu even naar de naar de zonnebank lopen. 10 minuutjes lopen. Ik kan daar nu. En dan kan ik even een beetje afkoelen. En anders ga ik weer met zo'n heet hoofd onder de zonnebank. Dus heb ik ook nog even een klein wandelingetje. En ja, ik heb zin om lekker even brengt te worden. Jongens, we zijn helemaal ready. Doe het zo. We zijn helemaal klaar gemaakt. Hoe gaan we naar die lip mooi. Ja? Ja, op de camera. Lijkt wel heel rood. Alleen op de camera. Nee, op de camera lijkt heel rood. Stond in jou. Jawel, staat daar. Ik heb deze leuke nieuwe ketting om van Naked. Topje van, weet ik niet. Dankie. Top van de Zaar. En ja, we moeten nog een uur wachten, dus. Nee. Wel. We gaan met een bus en 9 personen. En we gaan naar Lofi, maar ik ben er nog nooit geweest. Ik ben heel benieuwd. Exciting! Dus dit is de beruchte bus. Laat je hier afzetten dan. Ja, want anders heb ik. Anders. Ja. Oké. Dan kan ik nog even uitnuchten. Maar kijk, dit is dus de bus. Dan kan je met vakken van mensen in. Nou, we zijn helemaal ready! We made it! Woehoe. Nog even, het moet perfect. 3, 2, 1. Oh nee, ah, nee! Ah nee, die scheiding! Hij is zo fucking lelijk! Oh, kijk jou! Ja, ik dacht kut terug lang! Ja, hoe zal dat komen? Hallo allemaal, het is inmiddels maandag. Ik heb gisteren niet gevlogd, want gisteren was ik gewoon zo kapot. We waren om 6:30 thuis. Het was trouwens wel echt fucking leuke party. Lofi was echt, maar het was ook echt, echt een goede DJ. Dat is dus een beetje house tech muziek, maar hij speelde ook live piano en zo. Dat was echt zo vet. Maar het is nu maandagochtend. Ik ben nu onderweg naar Amsterdam. Ik heb gisteren gewoon de hele dag gechilled met Bo. En ja, gewoon gechilled. Maar ik ben nu nog steeds moe. Want ik had echt 4 uur geslapen. En vannacht dan wel een goede nacht van 9 uur. Maar ik was steeds moe. Maar ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Ja, het was mijn laatste week werk op kantoor. Vanaf volgende weekvlog gaat mijn leven er heel anders uitzien. Dus ik ben heel erg excited. Ja, vergeet zeker natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te geven. Ja, mijn kanaal te abonneren. En me te volgen op TikTok en Instagram. Zoek @sarahvervoerd. En dan zie ik jullie bij de volgende video.